Goedendag, mijn naam is Arco en eigenlijk toe september 2018. We gaan berekenen van sinus theta plus pi de 2 plus de sinus van pi min theta als theta behoort tot min tot tweede kwadrant en tang van theta is min 1 derde. We gaan gebruiken dat cosinus kwadraat is 1 over min 1 over 1 voor tang kwadraat. Ja. Nu hier, dit is een anticomplementaire hoek. Dat betekent de sinus van deze hoek plus 2 gewoon de cosinus van de hoek. Dit is cosinus theta. Dit zijn supplementaire hoeken. Dat betekent de sinus van theta pi min theta is gewoon sinus van theta. Ja. In feite wat we gaan berekenen is, als je goed kijkt, 1 gedeelte cosinus theta plus 1 gedeelte sinus theta. Nu, die waarde kennen we nog niet. We kennen wel tangens is theta min 1 derde. Dan kunnen we cosinus theta bepalen. Cosinus kwadraat theta wordt dus 1 gedeeld door 1 plus, en hier, dit is hier, wordt 1 negende, plus 1 negende. Ja. Als je uitwerkt, dan krijg je dus 1 gedeeld door 10 negende, of gelijk aan 19e. Dat betekent dus, als cosinus kwadraat 19e is, ja, cosinus kwadraat is 19e, dan is je cosinus gelijk aan de wortel van 9 gedeeld door 10. Plus of min wortel 19e. Ja, wortel 19e. Hier moet 9 naar wortel. Okay. Nu, we hebben gezegd dat theta behoort tot het tweede kwadrant. Dat betekent, in deze kwadrant is uw cosinus een negatief getal. Dat betekent, neem de waarde hier, min 3 gedeeld door wortel 10. Dat is de cosinus van uw hoek. Nu, we gaan de sinus berekenen. De sinus kun je berekenen door cosinus kwadraat alpha plus sinus kwadraat alpha is 1. De sinus kwadraat theta is 1 min cosinus kwadraat theta. Dat wordt dus 1 min 19e. Is 1 tiende. Dus sinus kwadraat theta wordt 1 min 1 negentiende, wordt 1 tiende. Ja. Dat betekent sinus wortel 1 gedeelte wortel 10. Ja. Dus wat we gaan berekenen is 1 over cosinus theta plus 1 over sinus theta. Ja. Dus hier dus 1 gedeelte cosinus theta plus 1 gedeelte sinus theta. Ja. Cosinus theta was, wordt dat geschreven, min 1 gedeelte 3 wortel 10 en sinus theta was 1 over wortel 10, dus plus 1 gedeelte door 1 wortel 10. Dan gaan we eerst de teller en de noemer aanpassen. Dan krijg je dus hier min wortel 10 gedeelte door 3 plus wortel 10 gedeeld door 1. Ja. Dan kan je namelijk noemer brengen, dat wordt noemer 3, dan krijg je min 1 plus 3 gedeeld door wortel 10. Dat is dus 2 wortel 10 gedeeld door 3. Dat is antwoord C in je lijst. Dank u wel voor de aandacht, nog een keer. Bye bye.